Goedemiddag, we proberen het gewoon helemaal opnieuw. Ik vind deze muziek nou wel leuker. We zijn paars nu, ook goed. Zijn vandaag zo vrolijk, zo vrolijk, zo vrolijk. Want Flareon is vrolijk, zo vrolijk zijn wij nooit. Hallo YouTube, ik ga jullie uitleggen wat we gaan doen. We doen nogal vaak op de streamkanalen. Doen wij vaak een Zelda Ocarina of Time randomizer race. We houden erin, dan race ik tegen voornamelijk Mario op het moment. De Legend of Zelda randomizer, dezelfde seed zoals dat heet. Waarin dat alle items dus door elkaar heen geshuffeld liggen. Het is makkelijker als ik eigenlijk begin en het uitleg. En ik moet nog heel eventjes dat ding uitzetten. Want dat ding daarboven, dat klopt er nou nog niet helemaal. Goed, zoals jullie al horen. De bodem moet ook nog weg. Piep, 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 piep. Zo. Zoals jullie horen, de muziek is al anders. En dat maakt het dus nog extra leuk. Ook nog eens een keer. Namelijk, alle items zijn gerandomized. Waar dat ze zitten? Nobody knows. En nou is het dus belangrijk om dus Ganondorf alsnog te kunnen verslaan. Maar we weten dus niet waar de items te vinden zijn. Dus die moeten we gaan vinden. Nou, welke items zijn dus nodig? Dit gaat geen 100% run worden. We beginnen met de Ruby's Flame. Vandaar dus boven de itemtracker. Kunnen we heel mooi zien wat we hebben en wat we niet hebben. We zitten dit gezellig te livestreamen. Dus ik heb naast mij heb ik gezellig de chat er ook nog eens een keer bij. Ik zie Mario zie ik erbij staan. Flareon Games hebben jullie dus net al gehoord. Daaf zit erbij. Tiatma die zit erbij. Musical Memoirs zag ik er net ook al tussen zitten. Dus we zitten dit gezellig te livestreamen. Vandaar die timer boven, want dit is voor YouTube ook. En dan kunnen jullie zien hoeveel dat er wel niet geknipt wordt. Dus, let's start! Ik zei let's start, dan moet jij ook starten. Goed zo. We zijn zelfs roze. Nog leuker. Yo, look Thomas, ik heb maar een klein venstertje dat ik de namen zie. Dus, nou zie ik je pas. Yo, look Thomas is er ook bij, is hier ook weer blij. Dankjewel, Mario. Mario, die zegt al succes, team. Het grappige is dus van, je weet niet wat je vindt in kistjes. En daarom vind ik dit zo leuk om te doen. Plus, jullie kennen mij als een Zelda-player. Hier, we hebben de sleutel van de Fire Temple, nu al. Interessant. Gelijk een hard container. Oké, waarschijnlijk heb ik helft nodig. We beginnen gelijk met bommen, jongens. Wauw. We beginnen gelijk met bommen. Nice. En we hebben een bloepie. Dat is een boe! Ik vond het leuker toen ik daar een bazaar in kon vinden. Ja, jongens, we hadden net ook de tekst geshuffeld. En toen vonden we een schild en dat werd een bazaar genoemd. En dat was eigenlijk best wel hilarisch. Hop. Ja, twee keer achter elkaar. We hadden dus even de dingen allemaal gerandomized. Ook de tekst voor comic value. Maar omdat dus de shops en de Deku Swaps ook gerandomized zijn... Ja, krijgen we dan een probleem van... Dan weet je niet meer wat wat is. Dus. Oh, nou kunnen we... Ja. Dan kunnen we inderdaad gaan testen, Mario. Maar ik heb zoiets van bomtjes. Laten we eerst even kijken wat er in de shop zit. Laten we eerst even deze Piece of Heart meenemen. Love is in the air! Ik bedoel, serieus. We zijn een beetje roze-paarsig, dus... Ik vind het eigenlijk meer roze. Wat vinden jullie? Nou ja, we kunnen alvast eventjes gaan kijken in de shop. Het grappige is, normaal gesproken zou ik dus gelijk naar de... Hoe heet dat? Naar de Deku Tree heen gaan. Maar een schild is wel heel erg belangrijk. We gaan proberen zo min mogelijk softlocks te krijgen. Hallo. Oké, we hebben Dins Fire voor 240 rupees. We hebben een Piece of Heart voor 115 rupees. Dit is een hele gevaarlijke shop, zo te horen ook. We kunnen hier bomtjes halen. 20 pieces, 180 rupees. Dus dat gaat hem hier nog niet worden... Oké, duidelijk. Maar we hebben hier geen schild. Dus... Laten we maar eerst naar Hyrule Castle gaan. Die kwaliteit, echt grappig. Ah, we krijgen in plaats van een ocarina, krijgen we liefde. Ik had toch liever een ocarina gehad. Ik wil echt serieus. Ik wil op mijn ocarina kunnen spelen voor de kijkertjes. Belangrijk. Wat voor muziek hebben we hier? Zo. Nou. Michael Bay. Je hebt maar drie keer in je hele leven Zelda gespeeld. En dan ga ik nou gelijk helemaal
jullie in de war brengen met... Ik heb de oorspronkelijke heb ik gedaan. Juist. Double defense. Nou al. Nou, hoeven we in ieder geval niet bang te zijn voor een death. Als ik nou echt death zou gaan, dan zou ik heel erg teleurgesteld in mezelf zijn als ik dus echt death zou zijn gegaan nu. Vind ik helemaal niet erg, Mario. Cross, pak je hardcontainer double defense. Lijkt wel weer de Valentine special. Zoiets. We hebben hier. Ja, jongens, echt, je moet alles weten. Je moet echt... Gerudo Fortress. Oké, eerste sleutel van Gerudo Fortress, duidelijk. Maar goed, in ieder geval, ook voor YouTube, wat ik dus wou vertellen. Ja, toen ik dus de... Ocarina of... Je ziet hier, dan doet hij het gewoon expres nog een keer, hè. Dan doet hij het gewoon expres nog een keer, hè. Ja, ja, dan doet hij het gewoon expres. Terecht, ik bedoel echt serieus. Stoute ik. Maar goed, je moet het doen omdat je wil hosten, niet voor de notificatie, hè. Maar goed, toen ik dus Ocarina of Time voor de eerste keer echt let's playde, de oorspronkelijke vanilla game. Toen heb ik dus op mijn Ocarina willen spelen, want ik heb dus een echte Ocarina. En ja, Mimi heeft mij dat geleerd. Money is altijd handig. Oh, werken, dat doet hij wel hoor, Dutch. Ik heb pas geleden Red Dead Redemption weer gespeeld, dus Dutch! Thank you for testing if it works, but I'm... Definitely sure it works now. Maar goed, in ieder geval, toen leerde ik dus op de Ocarina te spelen. Dat is vooral wat ik wou vertellen. Dus. Ja, maar ik de Atschie! Ik ben Atschie! Ik ben allergisch voor Navi, zie je dat? Nou, wat heeft Navi te zeggen? Wauw! Als je Navi hoort, broken glass sound. Bloepie! Het enige probleem is, ik weet nu 3 shrubs te vinden, maar die 3 shrubs die ken ik nog niet aan. Ik heb nog geen sticks of Deku Nuts. Dus ik denk dat we beter eerst nou eventjes naar Hyrule Castle kunnen gaan, weet je wel, om daar de shops even te kunnen benaderen. En misschien even wat noten of zo kunnen halen. Bommen zouden eventueel wel kunnen werken, maar dat is een heel erg gedoe. Plus we komen hier nog vaak zat, dus... Maar goed, in ieder geval, hoe is het met jullie trouwens? Wat is jullie favoriete memory aan The Legend of Zelda Ocarina of Time? Is eigenlijk best wel leuk, ondertussen dat wij naar Hyrule Castle toe gaan. Waarom ook niet? Ik bedoel, ik... Maar nou niet meer niezen, hè? Want dan is het morgen mooi weer. En ik kan geen bommen gooien, zo te zien. Hallo, ik kijk naar jullie! Oké. Okay. Wat zit er in dit kistje? Maar goed, in ieder geval de belangrijke dingen zijn dus key items. Dat wil ik wel heel eventjes duidelijk vertellen. Dit is geen key item, dit is een waste of money. Is goed, Julia. Smakelijk. Even kijken, maar mijn favoriete moment is dat ik naar 3 miljoen bezillion keer dood te zijn gegaan, de Forest Temple baas versloeg. Ja, just keep on trying, hè. Beste manier om te leren... Dutch, ook smakelijk. Jeetje. Nou ja, 4:15. Vind ik best wel een mooie tijd om te... voor dinner. Ik kan gelijk hier ook even de Golden Sculpture meenemen. Waarom ook niet? Ja, inderdaad. Key items. Daar wou ik heel eventjes op focussen. Key items zijn dus de items die nodig zijn om naar Ganondorf toe te kunnen gaan. En Ganondorf dus ook daadwerkelijk te kunnen verslaan. De key items die we nodig hebben zijn bombchews, elke strength upgrade, eerste magie upgrade, eerste boog. Elke vorm van fire, light arrow, eerste ocarina, eerste bottle, elke hookshot, megaton hamer, hover boots, mirror shield en alle sleutels die je nodig hebt in Ganon's Castle. Mijn mooiste moment was volwassen worden en de Forest Temple voor het eerst bezoeken. Ik moet zeggen, mijn mooiste moment waar ik altijd bij zou blijven is mijn eerste boss dat ik Goma gewoon in de 3D zag. Nou denken jullie bij je eigen van, wat? Goma in 3D? Echt serieus, die blokkenpuzzel van hier tot en met Ginder? Luister heel eventjes. Hallo, bazaar! Schild. Dat is tempting.
We hebben al double defense. Ik heb liever stokjes en noten. Ik wacht er nog heel even mee. Ik loop zomaar de verkeerde kant op. Maar gewoon Goma in de 3D, dat was echt voor mij van... Wow! Want ja, ik ben opgegroeid met NES, dus... Welkom! Aan de ene kant wil ik het nog uitproberen! Je hebt ook stok... Hij heeft 5 stokjes. Een stokje van 5! Nee, dat komt later, We hebben een stokje voor 5, jongens, ik ben trots. Vijf deckunits, 270 roepies. Hoe voel jij je? En in welke kleur wil je je eigen beschrijven? In ieder geval de red tunic. Ja, nee, dat weet ik in ieder geval. De red tunic die is dus 60, dus dat is ook nog eens een keertje... de pick-up item en niet dus gewoon de shop item. Hallo, laat ik eerst dit eens even doen. Eens kijken of ik hier nog steeds goed in ben. En Belgian Wolf, ik heb je nog steeds niet bedankt eigenlijk voor die jumpscare. Maar enorm bedankt voor die jumpscare. Ik bedoel, voor de support van dit kanaal. Enorm bedankt daarvoor. Ondertussen ben ik even aan het focussen om geld kapot te schieten. Oh. Dat is niet handig, nee! Het zijn neproepies. Kan ik nou helemaal niks meer raken vandaag? Wat is dit? Is het daarom dat ik aan het opnemen ben? Is dit een Let's Play vloek? Wat is dit? Hé, hey, je hebt een groene roepie gemist, maar nog een keer gratis. Weet je, wat als je me er gewoon nou niet meer gratis? Gewoon van, als ik nou faal, dat ik gewoon weer 20 roepies moet betalen. Wat dacht je daarvan? Heeft me meer redenen om te focussen te blijven, weet je wel? Om niet te missen. Dat het me dan extra geld zou gaan kosten. Dat ik dan niet mijn pakje kan kopen. Dat ik niet mijn rode pakje meer kan kopen. Dat zou een ramp zijn, of niet? Als ik mijn rode pakje niet meer kan kopen. Hier! Is dat gewoon zo'n stokje, weet je wel? Zo van, ja, oké, hier heb je gewonnen. Nou, hier heb je de stok. Weg. Als je niet mist, is de run over. Wauw, dat is wel heel gemeen. Ik ga wel eventjes dadelijk de bomtjes halen. Ik ga eerst eventjes kijken wat Melon voor ons heeft. Evil Carp. Melon, wat heb je voor ons? Je hebt een sleutel voor de spirittempel. Yay. Ik voel me nu zo vrolijk. Nou, het grootste probleem is... we willen sowieso tot de nacht wachten. En voor de science zal ik die bombjuice dinges wel doen. Ik heb een schild nodig namelijk. Ik wil mijn schild kunnen komen, want dat schild. Of mijn bazaar. Of hoe deze dat noemen. Jij verkoopt geen bombjuice, jij bent stom. Lelijk en stinkt. Serieus, ik heb veel te weinig items. Ik heb nog geen ocarina, helemaal niks. Hi. For science. Duidelijk. Dus pompjes moeten we vinden. You're not helping, Link. You're not helping. You're not. Oké, there we go. Ik dacht heel even voor een seconde tot het Navi was in verband met onze vorige run. De reden waarom dat ik hier dus zo lang heb zitten wachten is... Er is een shop. Die kan het waard zijn. Die kan het ook niet waard zijn. Ik doe nou trouwens ook niet speedrun tactics door achteruit te rennen. Of rondjes te rollen de hele tijd. Aangezien dat dit voor YouTube is, ken ik het ietsje... rustigere pace aannemen, dus timer is speciaal voor YouTube. Hey, kijk, bombjuice! Wauw! jongen. Oh, dat doet me denken aan de Mirror Shield.
10 pieces, 30 rupees. Die zou ik eigenlijk best wel willen hebben. 5 pieces voor 15 rupees. Heb ik al walnoten? Nee, hè? Het probleem is namelijk, walnoten die zijn heel erg handig om te hebben voor... Wacht eventjes, die snol die heeft toch elke keer 5 rupees? Ik bedoel, walnoten die zijn heel erg handig voor Deku Shrubs. Volgens mij zit hier 5 rupees in. Ik ga gewoon die 5... Dank je. Ik zou voor de 30 kunnen gaan, maar 5 is zat. Voor nu. Oh wacht, dat is 10 pieces. Wat is hier de korting? Wat heeft dit voor nut? 10 pieces, 30 rupees. 5 pieces, 15 rupees. Het is een beetje zinloos dit. Het sla die tafel niet zo. Maar goed, in ieder geval doet me een beetje denken aan de Mero Shield. Weet je, we hadden nog zoveel nodig. Ik zal hem trouwens even netjes even aanvinken daar. Hoppakee. We hadden nog één item nodig. Dat was de Mero Shield. Konden we nergens vinden. Er waren weinig pickups nog over. En we vinden een minigame. Ik denk bij mij, waarom ook niet. En just roll the clip. Ik weet dat het een lens is, maar het klinkt zo leuker. Het is allebei glastechnologie. Drie keer. Vier keer. Is dit een all-up? Is dit een all-up? Ja. Ja, het is een all-up. Wauw. Waarschijnlijk echt zo van... Ja, yeah, you're going up, you found it, it's the mirror shield, it's the mirror... Als het nou echt de mirror shield... Oh my god! Oh my god! No way! No! Oh! Oh my god! Wow! Wow! Ja, gaat het? Nee. Ik gebruik tegenwoordig een andere editprogramma, dus... Al moet ik wel zeggen dat ik heel weinig edit de laatste tijd. In verband met dat ik weinig tijd heb. Maar... Oeh, shoot! Nu heb ik zoiets van... Ja, voor YouTube. Ik wil dit toch dolgraag met jullie delen. Aangezien dat ik dit zo leuk vind om te doen. En dat jullie met dit vaak zat zullen zien doen. En dat ik vaak zat met Mario zou gaan... Hoe heet dat? Racen. Dankjewel, Mimee. Ja, voor de mensen op de livestream wil je de clip zien. Daar is hij inderdaad. Nee, ik wil mijn nul wil ik bewaren. Dat is mijn nul. Hoeveel stokken heb ik eigenlijk? Volgens mij maar 2. Ja. Er zit hier namelijk... hier in Kakariko Village zit namelijk nog een pick-up. Die zit hieronder. Wil ik de kip alvast meenemen? Ja, ik neem de kip alvast mee. Tok, ga mee. Het is geen kip, het is een kuko. Het zijn kuko nuggets. Waarom doe ik dit? In ieder geval, hier zit dus een secret cave. Daaronder zitten 2 redeads. En als je die verslaat, krijg je ook weer een kist. En normaal gesproken zitten er 200 roepjes in. Maar nu zit daar... Ik weet niet wat in. Ja, het is Mario's een droom om inderdaad te winnen. Maar ik vind nog steeds Mario, die moet dan eerst op het moment dat je een gefaalde run hebt. Dus... Je weet echt niet meer waar je naartoe moet. En je moet dus in een speedbriefje kijken. Want ja, je hebt geen idee waar je heen moet. Ja, tot je dan uit gaat testen waarom dat je het niet hebt uit kunnen vinden. En ja, daarna weer een nieuwe schiet. Dat je hem ziet. Dus volledig voor elkaar krijgt Boomerang. Nice. We hebben iets van verdediging. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb nog nooit eigenlijk dat er uit die grotto iets nuttigs komt. En ja, dungeons zijn dus nog steeds heel erg belangrijk. En sleutels zijn dus ook in de wereld overal te vinden. Goed, laten we eens heel even zorgen dat de kuko's bij elkaar komen. Want ja, dat is ook een pick-up. En dat kost best wel veel werk. Het zou leuk zijn als ik hier een fast forward montage van maak. Als ik nog weet hoe dat moet. Thank you.
spannende muziek hier inderdaad. Hier heb je laatst, Kim. Geef me mijn reward. Dat was toch de laatste? Ik zei al, ik ben hier geen fan van. Dit is normaal gesproken de pick-up die ik skip. Ja, heb je een afgekeerde kipnugget? Reward! You're dead to me. You're dead to me. You're dead to me. You're dead to me. Serieus. Ik had het kunnen skippen. Ik had hier heel veel tijd mee kunnen besparen. Ik had hier editwerkzaamheden mee kunnen besparen. Maar nee. Hier heb je een bloepje voor je moeite. Doe het nog een keer, betaal ik je 10 keer zoveel. Ik jat gewoon je kip. Ik jat gewoon je kip. Ik jat gewoon je kip. Serieus. Ik weet dat daar een piece of heart zit. Niemand weet wat het is. Ze zeggen dat het een piece of heart is. Het zal wel een piece of heart zijn. Maar ik jat het gewoon. En ik ga gewoon kijken wat die piece of heart is. Maakt me niet uit dat je weer je kip kwijt bent. Trouwens. Waarom zou je in godsnaam een kippenboerderij beginnen als je allergisch bent voor de wandelende tok? Oh joh. Hoera voor trucjes! Oké, we hebben een schild. We hebben een schild. We hebben een Hylian shield. Niet dat we daar nou nog iets aan hebben, maar... Yay! Oké, in ieder geval, we hebben die snol hebben we gehad. We kunnen... Ja, trouwens, dat doe ik liever s'avonds als Dampe er is. Want dan hebben we gelijk 2 pick-ups voor de prijs of 1. We kunnen de piece of heart die boven hebben, kunnen we gelijk oppakken. Net zo makkelijk. Dus ook weer eventjes een shortcut. Is hartstikke handig. Je kunt deze pieces of hearts dus ook al gewoon pakken in de vanille Minecraft. Of hebben Minecraft. Hij zei Minecraft. Ja, in de race onderhandelen we inderdaad ook best wel vaak van... dan heeft iemand al een minigame gedaan. Een andere die heeft dan een andere minigame gedaan. En zo proberen we dan tijd te besparen. Hoezo heb jij een sleutel voor de Gerudo? Heb jij iets uit te leggen? Wat heb jij daar gedaan, jongetje? En hoezo zit jij hier op het dak? Normaal gesproken krijg je een piece of heart voor hem. En Navi, stop met fazen kapot te slaan! Ik serieus, dan heb ik dadelijk al die gorons op mijn nek zitten. Nee. Gewoon nee. Gewoon nee. Niet doen, stoute Navi. Minecraft, ocarina of vanilla? Vanille vla. Nou, we zouden technisch gezien dus al eigenlijk heel de Dongo's Cavern kunnen doen. Als we genoeg boemen. Als we genoeg bommen bij ons houden. Hou je gemak! Hi, kom eens hier. Kom eens hier. En wees gestunt. Dank je. Gondos Cotilla zijn natuurlijk ook allemaal gerandomized. Van 10 tot en met 50. Dus ja, dat is ook wel een ding. Maar ik zit net te denken, maar volgens mij zouden we heel goed de Dongo's Cavern kunnen doen als we genoeg stokjes meenemen. Oh nee, wacht. We hebben de slingshot niet. Kan niet. Jammer. Deze muziek trouwens, jongens. Echt. Ik ben er helemaal simpel van. Met 4 hartjes Dead Mountain in. Hebben we kans op een game over? Creepy. De boskie van de Fire Temple. Die lag dus altijd gewoon in Dead Mountain. En dan zitten ze tegen ons te mouwen, weet je wel, van... We kunnen het slang niet vinden. Het is allemaal Ganondorf schild. Bleh. Hier nog trouwens een leuke shortcut. Die piece of heart hier kun je gewoon pakken. Als je dit tenminste goed doet. Nee, niet hem oppakken. Ik kan hem opblazen als ik wil. Nee. Jump! Dank je.
Jee. Ik heb een key item, de hookshot. trouwens, voor de mensen alvast ook die voordat de vraag gaat komen. Voordat de vraag gaat komen, zou je ook al gelijk de longshot kunnen vinden, weet je wel? Van hier lag de hookshot, dan ligt ergens anders dan al gelijk de longshot. Nee, er liggen zeg maar twee hookshots in de wereld, waar nobody knows. En op het moment dat jij dus één van die twee vindt, de eerste zal altijd de hookshot zijn. En de tweede zal altijd de longshot natuurlijk dan zijn. Dus eigenlijk een beetje het concept van... The Legend of Zelda, de allereerste Legend of Zelda. Als je een Blue Potion kocht en je kocht daarna weer een Blue Potion, dan had je automatisch een Red Potion. Dit wordt best wel tricky met zo weinig health, maar we gaan gewoon kijken hoeveel tijd dat we hebben. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Trucjes voor de win! Dit doet ons geen schade! Ik ben een doofspook! Vrees mee! Oké, okay. Auw. Dit doet ons geen schade, wordt gelijk geraakt. Wat? Dus! Navi gasp bij vijanden. Duidelijk. Oké, hoeveel seconden hebben we? Hebben we echt daadwerkelijk maar 16 seconden? Of hebben we trouwens... Nee, want je had 4 seconden per hartje, dus... Ik heb Erko! Oké, we hebben 18 seconden. Dat kunnen we! Dankjewel. Kan ik u helpen? Ja, Erko. Maar ze hebben hier Erko. Gaan we nou echt serieus alles als Young Link? Gaan we dat nou gewoon echt doen? Gaan we nou gewoon echt alles als Young Link gewoon gelijk... Waarom zou je adult worden? Echt serieus. 32 seconden. Oké. Ik weet dat hier een piece of heart te vinden is, dus die nemen we ook maar gelijk mee. Sleutel van de Fire Temple. Heel goed bewaard. Oh boy, 20 seconden. Gaan we dit halen? Spannend! Uh-oh, dat wordt heel krap. Dit is ook voor YouTube. Ik weiger game overs. Oké. Er is hier nog één pick-up. Die kunnen we nu gaan halen. Is er risicovol aangezien dat we maar elke keer 38 seconden worden? Ik blijf 20. Oké. Oeh, shoot. Hier, krijg je dat ding tegen je knoop. Ja, hoppakee. Ik koop het. Wat heb je? WC-papier voor een ijsteef. Voor de Erko. Hartstikke leuk. Fijn. Fijn dat je voor de Erko iets hebt gevonden. Ik ben ook super blij. Dankjewel. Daar heb ik eventjes mijn leven voor gewaagd. Dat halen we wel. Ik zeg dat we dit halen. Ik zeg dat we dat halen. Dit is waarom dat Mario geen runs wint. Waarom jump je niet in de lava? Daar ga je dood van. Plus, ik hou niet van lava. Ik hou niet van lava. Hi. Dat is toch op zijn minst geen goed iets, weet je wel? Dat je echt zo... Hey, kijk eens. Serieus. Oh, hey. Het is mijn lava. The $1 million question. Waar is de ocarina? Mume, vertel. Waar is STL? Stil die bombesparing.
Wie zijn domme idee is dat? We hebben maar één bom nodig voor die rollende Goron, dus. Deze was eerst. Ik weet de route. Ik wil mijn houten schild, zodat kunnen we naar de Deku Tree. Deze. Ah, een shield drop zou zo fijn zijn. Dan gebruik je gewoon je shield, weet je wel. Dan hoef je alleen maar je shield te gebruiken en dan... Ha, poef, in één keer. Hallo. Voel de liefde, piece of heart. Ik heb een key item. Auw. Niet tegen mijn neus aan, alsjeblieft. Afgekeurde spin. Niet lief. Niet aardig. Je mag niet zomaar tegen iemand zijn neus aan botsen. Dat dacht ik ook. Geef me je item. Maar jij bent toch maar... Dat was toch je grote broer die maar en... Ik snap maar... De Oké. Maar dat is wel een leuke afkorting, Musical Memoirs, omdat ze dus in St. Louis zitten in Amerika. Louis? Louis! Did a rough, don't think? Kunnen we naar Deku Tree als we deze meenemen? Hebben we nog ergens sticks voor nodig? Ik bedoel, ik zou de Deku Shrubs kunnen pakken namelijk. Als we richting Saria de Lost Woods gaan. Ik zeg dat de Jokerina in de Zora Shop zit. Maar je kunt nog niet naar de Zora's toe, jongetje. Want het probleem is, daar heb je de Ocarina voor nodig. Of daar heb jij dat je dieper kan duiken voor nodig. Duidelijk, Mario. Thank you very much. Daar is het ook dus dit allemaal terug moet gaan kijken. Al mijn klets. Al mijn random shenanigans, weet je wel. Van tot ik hier zo probeer een puzzel op te lossen. Genaamd Ocarina of Time Randomizer. But nobody cares about that, toch? Niemand boeit het over het proces in week. Want vuurengeltje is binnengekomen. Vuurengeltje, had jij niet iets eerder kunnen komen zodat we de vulkaan tot jou even hadden kunnen zeggen? Hé, je bent een vuurengeltje. Jij kan wel tegen vuur. Douw even jou de vulkaan in. Jij pakt heel eventjes daar de stuf. Ik zeg, nou vuurengeltje, succes. Pak jij eventjes die stuf. Dankjewel vuurengeltje. En weet je wel, jij geeft mij die stuf en dan was alles goed geweest. Nee, ik heb het allemaal zelf moeten doen. En 5 minuten later kom jij eventjes aan. Een vuurengeltje appears. Wat lief. Oh, wacht, het is bijna nacht. Nee, kom, snel. Misschien is Dampé er nog. Misschien is Dampé er nog. Sneller rollen, Link. Sneller rollen. Sneller. Ik denk dat hij er maar 2 uur is of zo. Hopelijk is Dampé er nog. Nee, je moet die skultje... Precies, Eevee. Je moet die skultje daar raken. Dank je. Ik weet niet, jongens. Skultje laatst, die geven ook nog steeds een reward. Welke team Skultje? Ja. Please, Dampé, ben er nog. Please, Dampé. Ik weet dat je er na middernacht niet meer bent, maar... We hebben je nodig, Dampé. En niet voor een of andere silly Mario... Legend of Zelda Maker, wat niet er bestaat, weet ik het allemaal nogal meer. Ik loop nu om deze skultje te laten pakken. Oké, duidelijk. Duidelijk. Wat belangrijker is dan heel Dampé. Dan zal die 10 skultje reward het wel waard zijn, denk ik dus. Hoeveel hebben we er eigenlijk op het moment? 7. Nou, daar zit 8. 9 kunnen we niet pakken.
Oké. Vierengeltje die surft eventjes gezellig mee dankzij Mario voor een gifted sub. Dankjewel Mario voor de gifted sub. Sub. It's gifted. Wacht. Ik weet nog een schuldsla. Ik weet er nog één. Haha. En itsy bitsy spider. Kom gewoon in een boom. Vuur Engeltje, veel plezier met de emoticons die je nu kan gebruiken. Yay! Oké. Ja, ik vind het ook wel grappig dat nou in één keer die counter daarboven, weet je wel, dat is in één keer een gifted sub-counter. Grappig. Dampé is er nog! Yes! Hi Dampé! Serieus! Ik wil graag dolgraag je spel spelen, weet je wel? Wat je hier kan doen. Want serieus, het is maar één pick-up en voor de rest ben je niet meer boeiend meer. Je bent dood voor mij, Dampé. Je bent dood voor mij. Het duurt nog 7 jaar, maar je bent dood voor mij. Ja, nou ben je geen vuurengeltje, dan ben je een vuurvie. Eevee, Flareon, Fluff, Floef. Ik weet niet of we hier super blij mee moeten zijn, maar blijkbaar surft er ergens over de oceaan ook gezellig een lekker beetje zombiepoep. Maar die surft ook gezellig mee. Dankjewel Mario voor de tweede gifted sub. In ieder geval, hier is ons 10e spinnetje. Maar weer eventjes proberen te focussen op. En ik ben overweldigd door... zoveel generosity. Dank jullie wel, jongens. Dank je wel voor al die support. Echt. Dondergaan, jongens. Enorm bedankt. In totaal 127 gifted subs. Jeetje, wolf. Wauw. Dat is een hoop. That's a lot. Eventjes een Majora's Mask reference erin gooien. Oké, ik weet dat ik nou nog maar 2 bommen heb, maar... we kunnen dus de Pieces of Hearts in Zora's Domein, of ja, bij de Zora Waterval kunnen we gaan halen. Dus... laten we trouwens ook even gelijk die hebben we niet. Deze aanvinken, want die reward gaan we nou gelijk pakken. Ik kom hier 1 keer na bijna 2 jaar en je wordt gelijk warm ontheld. Want ja, serieus. Altijd leuk dat je als je zo gezellig weer terugkomt. Lens of Truth! Oké, het was het waard. Het is geen key item, maar is het wel waard. Oké, hij is nog zinloos, want we hebben nog niet een batterij ervoor. Batterij! Het is om het even. Poink! Hi! Ik neem jou gelijk mee. Vind je dat erg? Nee? Mooi. Ik moet wel zeggen, ik vind één ding echt heel erg grappig. Voordat ik hier, zeg maar, de Pieces of Hearts allemaal oppakte en noem maar op, deed ik dat altijd met de boomerang. En ja, de boomerang die heb je pas na Lord Jabu Jabu. Gewoon vanilla game, hè. Gewoon vanilla zonder randomizer, noem maar op. En later ben ik er dus... nobody gives a snubbel over mijn verhaal van vroeger. Tuurlijk wel. Klik, we hebben een kuiken. Wat leuk. In the bathroom wordt gesurfd, blijkbaar. Dankjewel Mario voor de gifted sub aan In the bathroom. En inderdaad, de subtrain doesn't stop there. Tenminste, dat weet ik niet. Dat zien we van eigenlijk wel. In ieder geval, deze piece of art kun je dus makkelijk halen met de Cuckoo en... that's a lot of money! Ongelooflijk, echt. We hebben een race gedaan. We hebben een let's race gedaan van... tot we dus zoveel mogelijk hardcontainers moeten vinden. Moet ik wel zeggen dat we weinig hardcontainers op het moment hebben, maar dat maakt niet uit. En met die weinig hardcontainers, of met die hardcontainer run,
konden we gewoon niet de tweede wallet upgrade vinden. En ja, dat was de tweede wallet upgrade. Kip, kom terug. Kip, ik heb je nodig. Hier. Sub en item train. Tjoetjoe. Nou ja, het grappige is hierboven. En dit zijn kistjes, daar kom je normaal gesproken nooit. Maar hierboven zit dus ook nog een kistje. Ga weg, Kip. En dat is dus ook een pick-up. Fluff, smakelijk, Flareon Games. Ploef. Misschien tot straks nog even. Wie weet. Oude muziek hier. Wat hebben we hier? Slingshot. Oh. Bomtje. Ze wou echt dat wij heel snel met bommen... Nou ja, ons eerste item was bommen, dus... Nou, in ieder geval, er is nog... daarin trouwens zit de koe, dus... ja, daar schiet niks op. Daar hebben we niks te zoeken. In ieder geval, als we dus de... Zit nog één piece of heart. Kunnen we op twee manieren pakken. Ik neem hem nou met de makkelijkste manier, met de Kuko. Je zou hem ook met de boomerang kunnen pakken. Dat doet mij aan iets denken. We zouden de piece of heart pick-up al kunnen pakken... zonder dat we adult links zijn in Kakariko Village. Heel veel mensen die kennen dat trucje weer niet. Het is niet echt een sequence break in verband met, ja... Je kunt hem zo pakken als adult link. Suzy Jen, die surft ook even gezellig door. Dankjewel voor de gifted sub Belgium Wolf. Jordi surft ook gezellig nog heel eventjes door dankzij een gifted sub van Belgium Wolfion. Dankjewel voor de veel support, jongens. Echt jullie. Ja, crazy. Wat goed crazy in a good way. Dankjewel voor zoveel support. Even kijken, kan ik hem vanaf hier raken? Volgens mij net wel nu. Oké, ik sta net niet goed. Je moet hem wel op de goede angle raken, want anders werkt het niet. Hele ontspannende muziek voor deze truc. Davy, gooi hem nou eens wat hoger, joh. Zo, hop. Dat is te hoog. Ietsje lager. Voilà. Lekkere walnoten. We deden dit voor de extra. We doen dit gewoon voor de walnoten. Dat snap jullie natuurlijk toch ook. Ik zie zo fijn als een lekkere walnoot. Ik bedoel, serieus. Oké, het zijn dekkernuts, maar wat maakt het uit? Tomato, tomato. Hoeveel stokjes hebben we? 2? Ja, ik wil er eentje houden als torch. De master torch. Misschien heeft Zelda de Ocarina wel. Ik bedoel, het heet tenminste The Legend of Zelda Ocarina of Time. Dus heeft Zelda dan The Ocarina of Time? Is dat de puzzel? Is dat het antwoord? Stay tuned to the next exciting episode of Let's Randomize Ocarina of Time. Echt serieus, ga ik daar een knip van maken? Ja. Jongens, willen jullie een keertje bij een livestream zijn? Link staat in de beschrijving. We gaan gewoon parts maken, vind ik veel leuker. Dus YouTube. Volgende part gaan we dat uitzoeken. Zie jullie dan. Doei! Echt serieus, joh. Link trouwens van de Discord staat ook in de beschrijving. Net zoals de link van de streams die we doen en op die dingen. Link. Pas je hem? De link.